Vandaag gaan we filosoferen over de lokale verkiezingen door naar het programma Eerste Keus te kijken. Waarom de fuck heb je niet op het eerste seizoen met Tom Waas gereageerd? Examens. Wordt dat de eerste keer? Hallo. Hey. Het is begin september, ergens in de provincie Antwerpen. Vierkanten met pudding en chocolade. Ja. Gezond. Ja. What the fuck is dit voor setup? Excuseer, is deze boom bezet of mag ik er mee komen onderstaan? Laat hem gewoon, man. Terwijl iedereen zich installeert, ontvang ik buiten de vier politieke gasten van... Hey, Chocomousse is erbij. Alle drankjes. Oh my god, drank. Niets. Ik vind omdat ik de... Wat is dat voor knip, man? What the hell? Hoeveel u verdient met uw job in de gemeentepolitiek en wat u daar zelf van vindt. Meer dan 5000 euro per maand. Het is wel hard werken, burgemeester zijn. 3000 euro netto. Ze werken keihard, studeren dossiers en moeten dat bovenop hun job doen na een uur 's avonds, vele avonden per week. Dat is natuurlijk ook een keuze, hè. Er zijn toch ook mensen die even hard werken als politiekers? Dat verdient niet iedereen evenveel, natuurlijk, hè. Wie voelt er zich soms 's nachts onveilig op straat? Oh, ik totaal niet, hoor. Ik heb een keer om fucking 3 uur 's nachts zitten wandelen in Berlijn. Als er een gemengde groep is van jongens en meisjes, dan zijn we er wel sowieso voor elkaar. En als er iemand dan iets te veel gedronken heeft of iemand wordt lastiggevallen, dan gaat de hele groep daarop in. Je moet gewoon niet veel drinken. Neem je verantwoordelijkheid. Als jij kei dronken bent, vind ik niet dat uw vrienden een plicht hebben om voor u te zorgen. En als er dan iemand naar u komt en die valt u lastig, dan is er één nummer dat je moet bellen en dat is de 101. Heeft u ooit al eens een joint gerookt? Nee. Ja, toen ik veel jonger was. Smoke weed every day. Als je Leuven vol coffeeshops zet, gebloot worden meer dan ooit tevoren. Het is fucking Leuven, wat verwacht je? Dat ik achter de gebruikers aan wil gaan? Nee, ik wil hen benaderen vanuit een gezondheidsproblematiek. Zelf van een joint roken kunt hij in een psychose zitten. En een psychose kan betekenen dat hij onbewust mensen... Af en toe rookt je nog eens een joint. Ja, een sociale setting voor mij en mijn vrienden, maar ik ben zelf nog steeds een goede student. Ik ben Adriaan van Kokseide. Van de mooie natuur die hier staat. Dat is hier echt de plaats waar ik tot rust kom. Oh, mooie natuur, what the fuck. Ik zie een paar bomen daar staan. Dat is geen natuur, dat is door de mens zelf gecreëerd. Het is een hoofdterrein. Hier heb ik het dus over aan het asielcentrum. Jammer genoeg heeft dit asielcentrum meermaals voor overlast gezorgd. Diefstal, vechtpartijen, zowel binnen als buiten het asielcentrum. Kunnen wij nog veilig op straat? Zou u een vergunning verlenen voor een nieuw asielcentrum in uw gemeente? Nee, want ik ben... Dit snap ik niet. Waarom zou je in de bibliotheek studeren? Ik snap dat nog altijd niet. Hè? Het zit daar altijd vol met mensen. Soms heb je zelfs schreeuwende kinderen daar. Vindt u dat die standbeelden moeten worden verwijderd? In zijn Oostende staat een standbeeld van Leopold II op een wel zeer prominente plaats. Die standbeelden zouden we weghalen en in een museum plaatsen. It belongs in a museum! In Gent, waar het oude stadscentrum vol kasseien haar vaak kopzorgen bezorgt. Mij ook, hoor. Als ik daar met de fiets rijd in de binnenstad, dat is een hel, man. Zeker als er een paar van die retards zijn die nooit opletten, die bijvoorbeeld op straat zitten te lopen. Ik heb dat heel vaak aan de UFO, dat mensen gewoon op straat lopen, meestal van die kutstudentjes, en die beseffen dan niet dat er een voetpad is of zo. Ik bots dan bijna tegen hun en dan zit zo'n beetje arrogant naar mij te kijken en dan zit ik van, bitch, hij zit op een fucking straat. Maar ik vind het wel echt niet kunnen dat ik om de maand in mijn slaapkamer zit, een luide knal hoor en terug naar buiten moet lopen om de eerste zorgen zoveel mogelijk. Ik zou gewoon blijven liggen, man. Ik kom van een generatie waar dat vroeger allemaal minder strikt op werd toegepast. Lang leven rijbewijs krijgen zonder proeven te doen in de jaren 60, 70. En ook mijn 50 jonge gasten die binnenkort voor het eerst lokaal... Wat is dit voor shot, man? Echt waar. En Walter de Donder van CD&V komt op met team burgemeester in Afligem. Welkom op YouTube. Vrouwen en mogen exact hetzelfde in dit land als mannen mogen. Het glazen plafond dat wordt niet uitgevonden, hè. Dat is een feit. En ik vind dat vrouwen even bekwaam zijn om zo'n rol als politica te gaan vervullen. Maar ze heeft toch niet gezegd dat vrouwen niet even bekwaam zijn? Wat voor framing is dit, man? Ja, vrouwen wel degelijk gewoon systematisch in een slachtofferrol staan. Shush, woman! Maar wat voor bullshit is dit. In Nederland heb je geen quota en daar zijn er ook vrij veel vrouwen verkozen in het parlement. Dat zijn richtprijzen voor de huizen en dat is een mediaan wat die mag kosten. Dat is communisme. De polyamoureuze Valentin hoopt dat ze ooit in het gemeentehuis met verschillende partners mag huwen. Kinky. Een gedeelde liefde. Het is raar om het te zeggen, maar omdat ik meer duidelijkheid heb, is het een grotere warboel geworden. Oké, mensen, veel plezier met stemmen morgen. Ik weet al op wie ik ga stemmen. Ik zeg niet wie.